En wat brengt je helemaal naar het noorden van Nederland, naar Groningen? Een expositie die hier gaande is bij Mooiman, waar ik een van de twee kunstenaars ben die uitgenodigd is vandaag. Wat voor soort werk zien we van jou? Je ziet van mij een aantal verschillende dingen. Vooral mannen, enkel mannen en een aantal mannen in beweging. Er zijn hier achter mij staan 5 beeldjes van Afrikaanse danser. En dan heb je een tweede reeks met een acrobaat en een cliffdiver. En dan vooraan staat er nog een ander soort meer afgewerkt oeuvre. Wat is de reden dat je je bezighoudt met deze verbeelding van de man? Ik vind dat in een vrouwenlichaam ga je snel in clichés eindigen, in gemakkelijke vormgeving. En ik vind het lichaam en de beweging van de man specifieker en expressiever en biedt mij meer mogelijkheden om uit te drukken wat ik wil uitdrukken. De toon is in het lichaam en zo is helemaal anders dan bij een vrouw. Dus vandaar dat ik mij vooral tot mannen aangetrokken voel binnen het werk als beeldhouwer. Puur als beeldhouwer voel je aangetrokken tot de man of ja. Zelf ook nog privé? Nee. Vrouw en 3 kinderen en heel gelukkig. Ja, dat is mooi, dat is mooi om te horen. Er zijn meer heteroseksuele kunstenaars die toch ook de man prettig vinden om te verbeelden. Maar ja. Ik vraag het even, zo'n zijsprongetje. Ja. De mensen waar we nu tegenaan leunen, ik dacht net ook even dat het vrouwen waren met van die haren, zo ze zijn. Seksueel neutraal een beetje ook, hè? Nee, het toeval wil dat de danser, een Afrikaan van Cameroenese afkomst, met een danscompagnie in Brussel, is zelf homoseksueel. En heeft ook die lange haren die hij gebruikt in zijn dansvoorstellingen. Vandaar ook deze interpretatie. Dus het is met de bewegingen van zijn haar zoals ze in werkelijkheid ook plaatsvindt. Ze zijn een beetje grof neergezet, ja, hè? Mag ik dat zo zeggen? Echt ruwe schetsen. Ja. En zijn ze ook naar een voorbeeld begrijpen? Je hebt iemand model laten staan, of, en hoe maak je dat dan? Ik op een feestje contact gelegd met die man, toevallig, en bla 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 bla, van het een kwam het ander. Dat interesseert mij, ik kom een keer bij jou. Dan in het atelier, zij beginnen te dansen, dus Afrikaanse dansen. En ik heb systematisch foto's zitten nemen, dus continu. En hebben samen met hem een aantal posities afgebakend. Die zei, dat is echt wel specifiek voor mijn dans. Heb ik daar een eerste bewerking van gemaakt, is hij teruggekomen en zijn we op die posities verder gaan broeden en dat zijn dan de resultaten die eruit zijn gekomen. Dus eigenlijk ook op basis van zijn dans. Ja. Worden ze gegoten uiteindelijk en zijn er dan oplagers van gemaakt of maak je er maar één? Nee, er worden oplagers van gemaakt, dus met de optie ofwel in kunsthars, in dit geval zijn dat de acrylaatharsen, of indien het budget het toelaat, in brons. En die worden dan van 1, dus 8 stuks van elke positie kunnen er gemaakt worden. Dan is de mouw op? Dan is het juridisch het spel uit. Ik bedoel, wil je ze als originele verkopen, dan mag je van 1 tot 8 gaan en moet je ze nummeren. Dat is de wetgeving in België. Ik heb de beeldjes Zam genoemd. Ter hommage aan zijn bijdrage. Ja. Was Sam tevreden? Ik denk het wel. Hij herkende zichzelf toch duidelijk in de bewegingen die hier stilstaan. Mm-hmm. Goed, ik heb ze op deze schaal gemaakt. Dat vind je een prettig formaat. De anderen die hier staan of hangen, vliegen, op spiezen. Spreken we over een schaal eigenlijk? Is er een soort schaal net met modelbaan? Nee, dat is gewoon op intuïtie. Ik begin niet met schaal. Dat is gelijk een tekening. Je begint te tekenen. Je zorgt dat je goed uitkomt. Je moet alleen zorgen dat je blad groot genoeg is. Hè? Ja. Zeg, en dan de mannen die we hier hebben staan op de spiezen. Ja. Heb je bewust gekozen voor hoogwerkers? Ik vond dat dan in dit geval voor die evenwichtsoefening vind ik dat iets toevoegt aan de spanning die het moment zelf met zich meebrengt, namelijk als hij nu zijn evenwicht verliest,
komt die echt wel op een harde knikker terecht. Voor de cliffdiver die hier hangt, precies hetzelfde. Cliffdiver komt ook van hoog gesprongen. Dus wou ik hem ook die hoogte meegeven als, om het risicomoment eigenlijk in de presentatie te vervatten. Mm-hmm. Maar, en ben je ergens langs de kant gaan staan bij een cliff en heb je kiekjes gemaakt dan van die springers? Nee, want als je hem goed zou bekijken, dat zeg ik nu gewoon even off the record, dan is hij bijna... is hier gewoon overstretched. Dus ik heb geen model die in die positie kan blijven staan. Omdat het over het punt is van de schouders. Maar ik vond het visueel interessanter om zo te maken dat de spanning en de vorm in het geheel mij meer aansprak. Dus eigenlijk... Maar is er wel een model voor? Ja, heb je foto's ook gemaakt? Ik heb wel foto's gemaakt, maar vooral van onderdelen. Ja, omdat de positie was ten eerste onmogelijk en mocht het al mogelijk zijn, kun je ze net 1 seconde vasthouden. Ja, en ik heb wel meer tijd nodig om dat te boetseren. Zeg, we gaan even naar dat bijzondere werk, wat nog heel erg vers ruikt. Waar ik al even onder de rok heb gekeken, heel ondeugend. Het eerste wat ik dacht van, een zeemeerman, omdat het zo gesluierd gaat. Maar het is geen vin, wat is het dan wel? Het is een rok. Dit beeld is geïnspireerd op de dervish-dansers. Dat zijn Soefi-dansers, in Turkije, in het Midden-Oosten gebruikelijk, die in een trance geraken en eigenlijk bijna een sacrale dans uitvoeren, al draaiende. En daardoor in een soort trance geraken, die de verbinding maakt tussen beneden en boven. Dat was het vertrekpunt. En dan heb ik een speciale man gevonden. Die is echt bekend. Die maakt eigenlijk de brug tussen deze klassieke Soefi-dans en de hedendaagse danswereld. En die maakt eigenlijk een brug tussen die twee. En ik vond het zo'n intrigerende performance, dat ik dacht van, daar wil ik wel iets mee doen. En dit is het, omdat normaal Soefi-dansers en religieuze dansers zijn bijna gelijk monniken, hebben wel, zijn bovenlijf is meestal gekleed en hebben een hoed op. Dus maar je hebt er toch voor gekozen om hem dan deels te ontkleden. Ja, waarom heb je dat gedaan? Omdat die man ook, waar ik er net over sprak, die deed dat zo. En dat was het beeld, ik ben geen islamiet, ik kom uit deze cultuur, maar ik vond het gegeven wel heel interessant. En die man heeft voor mij de brug gemaakt tussen die klassieke sacrale dans en de hedendaagse tijd. En hij doet dat ook in zijn bloot bovenlijf. En ik vond ook de spanning tussen het gestileerde van die beweging van de rok en het lichaam, die spanning vond ik heel interessant. Buiten dit lijkt wel iets van kunststof, kun je in de tuin zetten. Is het winterhard? Ja, het staat al een tijdje thuis. Nee, in principe, het is gelijk een kajak. Dus een kajak kan tegen het water, kan tegen alles. Dus in principe, ik heb beelden in deze materie staan die al 25 jaar buiten staan met goed resultaat. Okay. Het is dus heel weerbestendig en zo. Het kan tegen een stootje. Zeg, waarom hebben we geen hoofd erbij? Ik mis een hoofd. Ben ik in België vergeten. Breng ik volgende keer wel mee. Gewoon niet in de auto. Oké. Okay. Nee, heb je bewust gekozen om het onderlijf te verbeelden en het hoofd maar achterwege te laten? Nee, dat is iets dat al werkt. Dus eigenlijk was de bedoeling om compleet te maken. En op een zeker moment dacht ik van, ik heb wat ik wil. En dan heb ik mezelf ook opgelegd van, nu moet je stoppen. Je moet je originele idee niet uitvoeren. Op het moment dat je voelt dat je hebt wat je wilt hebben, moet je stoppen. Ja. En dat heb ik in dit geval gedaan. En het liet mij ook herinneren aan veel beelden uit de Griekse oudheid, die zonder hoofd, zonder armen. En het was ook een soort... Hij heeft ook geen armen, dat klopt. Nee, dat ook niet had je nog niet gezien. Hè? Maar hij heeft wel voeten en gedetailleerd en al. Ja, klopt. Is er een model, heb je een model daarvoor zo laten zitten? Ja, dat ging wel. In dit geval was het een haalbare oplossing.